Goedemorgen, het is vrijdag, tijd voor een nieuwe vlog. Ik ben spullen aan het pakken, want we hebben een drukke dag vandaag. Als eerst gaan wij naar de notaris om te tekenen voor ons huis. Dan is het echt officieel. Dan gaan wij door naar de IKEA. Dan gaan we door naar een andere keukenzaak. Omdat we toch een beetje vergelijkend onderzoek willen doen. Er zit een zaak bij ons project. Maar wij hebben daar gemixte gevoelens over. Vooral ook door de reviews die wij lezen, worden we niet zo heel gelukkig van. Dus wij twijfelen daar een beetje over. En bij twijfel moet je ook even andere opties bekijken. Dus dat gaan wij doen. Vandaag. Dus dat wordt een drukke dag. Vervolgens komen mijn ouders. Sowieso is mijn vader vandaag met Elin. En mag ik even appen? Mama neemt op een gegeven moment over. En dan gaat papa weer naar huis. En dan gaat papa ook alweer terug. Want dan gaan we vanavond vieren dat we allemaal een huis hebben gekocht. Want ook mijn ouders hebben een huis gekocht. Dus dat is heel gezellig. Dus dat voor vanavond. En verder hebben we volgens mij een rustig weekend voor de boeg. Maar ik neem jullie mee. Woehoe! We hebben getekend. We zijn nu grote grondbezitters. En nu rijden we door naar de IKEA. Het regent, dus het is een goede dag voor een IKEA bezoekje. Dit vinden wij wel een mooie keuken. Die tafel ook heel gaaf met die lampen. Maar zeg maar, wij willen dus ook een keuken en die is al veel hoger. En dan met een nisje erin. Maar dan wel denk ik met dichte kastjes erboven. Een afzuig erin, want ons plafond is super hoog. Maar een nisje waar je dan koffie in zo kan zetten. Niet met dit kleurtje dan. Ha? We zijn bij de IKEA. Nou, wij zijn onderweg naar huis. Het is 6:15. We zijn helemaal klaar nu. Nu echt genoeg keukens en contracten voor een lifetime gezien. En nu zijn we, we zouden al eerder thuis zijn, maar echt een omleiding en een stoplicht willen ook niet echt heel erg lekker meewerken. Maar we gaan zo gezellig eten met mijn ouders, dus daar heb ik de zin in. Ik heb hem hier in Sven gaat, mama. Heel goed. Sven gaat de champagne poppen, mam. Aan de kant, iedereen aan de kant. Nee, hou op, liever niet. Daar gaan we. Yo. Ik durf niet. Ik durf niet. Ik ben altijd als de dood. Wat gebeuren dan? Oh, vreselijk. Wat is er nou? Dit is een gek, jongen. Komt ie. 1, 2. Hey! Wow. Hey. Woehoe! Goedemorgen, het is zaterdag. Ik weet eigenlijk helemaal niet of ik het al gezegd had. Ik ben net even met Eden boodschappen gaan doen. Ik laat even een beetje zien wat we hebben gekocht. Wij doen de vaste boodschap altijd met picknick. Maar altijd nog van die losse dingetjes af en toe bij de Albert Heijn. En ik moet even een Kruidvat. Dus laat even zien. Even kijken. Bij Kruidvat watjes, watschijfjes. En ik heb nu 4 plusluiers. Die doe ik dan voor 's nachts. Ze is 10 kilo, maar ze is natuurlijk hartstikke dun. Dus ik gebruik eigenlijk overdag nog wel de 4. Maar qua hoeveelheid past dat. Ze is nachts wel 4 plus aan. Dan kocht ik dit ook bij Kruidvat 2 keer. Ik weet niet waar die andere is. Oh, hier. Wat is er? Ja. Ben je eraf? Even kijken. Dus 2 keer deze. Ik kocht Frozen pleisters. Oh, boom. Eén is namelijk een stuntpiloot. En we hebben alleen maar van die Star Wars en zo. Dus ik dacht, nou, doe ik iets gezelligers voor haar erbij. Pleisters. En ik neem eigenlijk altijd wel Hansaplast. Want ik vind die echt wel beter dan de huismerk pleisters. Ja, dat ben ik net iets. Dat past niet. Ik heb niet zulke hele lange benen. Zo? Ja, oké. Okay. Goed. En ik kocht nog deze body lotion.
Is heel spectaculair. Goed, dan. Oh ja, en ik kocht voor haar nog Dribbel naar het Circus. Het is niet echt van boeken, maar ja, je probeert af en toe wat. Dit is Dribbel naar het Circus. Het heeft allemaal van die flapjes. En ik denk dat Niels ook heel leuk vindt om dat aan haar voor te lezen. Voor zover hij dat kan natuurlijk. Oh, en ik kocht nog deze. Een kleine verslaving aan. Geen idee waarom. Ik hou van chocola. Ik hou niet van rijstwafels, maar ik vind de combinatie echt golden. Dan ging ik naar de Albert Heijn. Ik heb een paar hapjes voor haar gehaald. Het stampotje gemengde groenten. Iets met rode linzen, tomaat, paprika, ik weet niet. En een risotto. Dan kocht ik een broccoli. Rood bietjes, nacho cheese. En dat vind ik dus echt geweldig met deze. En doen zaterdagavond altijd iets lekkers. Oh, dit is natuurlijk haar ultieme hobby. Kan ze dus eindeloos doen. Dit is allemaal voor salade trouwens. En ik ga hiermee met deze en deze en deze een recept maken van Little Jane. Deze is voor vanavond. Voor de kids hebben we mais voor vanavond. En ik heb dit gekocht. Dit was in de aanbieding. En dit zijn smoothie mixen. En dat wilde ik wel een keertje proberen voor de kids. Voor Niels heb ik zijn voetbalplaatjesboek. Want die is natuurlijk dat allemaal weer sparen. Rijpe bananen. Want ik een bananenbrood maken. En ja, de mandarijnen was 1 plus 1 gratis. Dus heel veel mandarijnen. Dus dat. Uiteindelijk hebben we er best wel lang over gedaan. Het hele proces. We hebben allemaal poesjes nog staan bekijken bij ramen, want dat vindt ze altijd heel leuk om te zien. Dus even kijken of Niels al ziet. Want ik denk dat Niels inmiddels ook wel ongeveer terug zou moeten komen. Dus ik ga dat nu even een beetje allemaal inruimen. Normaal gaan wij eigenlijk wel vaak mee naar sporten, maar ik zei ja, er moet zoveel gebeuren. Het huis is een zwijnenstal. We hebben 1000 acties voor het nieuwe huis. Dus ik zei, ik overzie het even niet. Als we nou in ieder geval verdeel en heers doen, dat ik gewoon met haar even de boodschappen ga halen, dan is dat alvast klaar. Vanmiddag gaan we even naar de kapper, in ieder geval voor Niels. We hebben een afspraak en we hebben afgesproken dat als de tijd over is, dat ze even nog even een klein beetje de puntjes doet. Want die puntjes worden gewoon echt piekerig. Terwijl ja, verder hoeft zij natuurlijk niet naar de kapper, want het zit gewoon prima. Dus alleen als ze tijd over heeft, doet ze dat nog eventjes. Het was om 2:30, dat betekent dat ze vrij op tijd naar bed moet. Dus ik ga er over een half uurtje of zo nog een broodje geven. En dan gaat zij lekker naar bed. Hij gaat ook even uitrusten, gok ik zo. En dan kunnen we dan weer even een aantal dingen voor het huis doen. En zo vermaken wij ons wel. En vanavond hebben we lekker niks. En morgen, we hebben eigenlijk een heel rustig weekend gepland. En dat leek ons ook wel goed. Eventjes na zo'n eerste schoolweek weer. En wat ik nog niet heb verteld volgens mij, trouwens. Nee, dat weet ik zeker dat ik nog niet verteld heb. Ik heb volgens mij wel verteld dat ik weer geopereerd moet worden. Maar ik heb nog niet verteld dat het ineens al heel snel gaat zijn. Dat was niet de planning. Het voorjaar was gezegd. Maar ik kon kiezen of april, mei ergens. Maar mijn ouders willen in mei niet eens... Mijn ouders willen in mei nog wat langere reis maken. Dus dan heb ik gewoon... heb ik geen hulp natuurlijk. Dus dan... heb ik ook sowieso extra dagen met de kids, dus dan moet ik gewoon wel fit zijn. Of het was eind januari. Nou, dat wordt het dus nu. Dat betekent dat het al heel snel is. Sterker nog, volgens mij als jullie dit zien, is het al bijna. Dus daar moet ik me even mentaal voorbereiden. Moet ik het een en ander voor regelen. Maar volgens de arts ben ik een week uit de running en kan ik daarna gewoon weer rustig op gaan bouwen. Het is niet zo dat ik 6 weken niks mag. Dus dat is heel fijn. Want wij zijn eind januari ook 10 jaar samen. En daarom zouden we een weekendje weggaan. Dat hadden we al een weekendje verschoven vanwege iets van Sven's werk. Dus dat betekent dat we dat het eerste weekend of zoiets van februari gaan doen. En we hadden bedacht, we gaan heerlijk in de wellness. En lekker gewoon bubbelen en een beetje relaxen. Maar goed, dat mag ik dus niet. Het is voor mij ook fijn sowieso dan gewoon rustig aan te doen. Dus we nemen gewoon lekker boekjes mee. En ja, we hoeven gewoon niet zoveel. Maar we willen er wel natuurlijk gewoon even een moment bij stilstaan. Want 10 jaar is wel echt heel lang. Dus ja, dat is wel eventjes spannend. En snel. Maar goed. Nu sta ik op te ruimen. Deze zwijnenstal. Weer bij de kapper. We zijn even bij de hertjes. En er zijn ook nog bronzen.
de haren zijn geknipt, zit weer goed. Die van Eden ook, maar dat zie je natuurlijk niet. Niels heeft een disco getekend, hoe geniaal is dat? Je moet er maar opkomen. Met een. Met allemaal dansende poppetjes en een discolamp. Ik had ze wel niet beter kunnen bedenken, want ze hebben haar goed. Dat hebben we nagelijk eraf gehad, zo even een nieuwe opdoen, even veilen. En dan begint zo meteen. Wie is de mol weer? Weet je wel, dit hè? Maar wie is de mol begint weer? Ik heb zitten in meer poeltjes dan ooit dit jaar, dus dat geeft weinig hoop. Ik heb vorig jaar gewonnen. Dat ga ik nooit meer overtreffen, dus nou ja. Meenemen is belangrijker dan winnen, zeg maar. Maar we hebben het een beetje opgeruimd. Maar het is dweilen met de kraan op. Ik ben nog met Eden in bad geweest, want ze kwam niet echt uit haar agressieve groef. Dus toen dacht ik, het wordt of naar buiten of in bad. En Sven was nog even schaats aan het kijken, dus ik dacht, oké, dat duurt zo lang. Of wat twee in bad. Gewoon eventjes resetten. Oh. Goedemorgen, het is zondagochtend. Het is 8:15. En ik was, Eden werd om 6:30 wakker. Ja, en dan kan ik dus niet meer slapen. Maar zij is dus wel nog aan het slapen en ligt nog steeds te slapen. Nou, Niels die was om 7:15 wakker. Dus één dag in het weekend mag hij hier eerder filmpjes kijken. En dat was dus nu. Dus hij zit lekker in zijn pyjama op de bank. Ik ga even het bed afhalen, zoals elke zondag. En zo meteen een Zumba. Op zich lag ik er vroeg in. Volgens mij om 11:00. Dus voor mij is dat heel betijds. Dus ik heb op zich genoeg uur gemaakt. Ik vind dat zo irritant dat ik er niet door kan slapen. Dan lig ik echt. Er komen allemaal actielijsten in mijn hoofd. Wie herkent dit? Heeft iemand gouden tips om dat op te lossen? Dat je dan gewoon weer gaat slapen. Wat ik dan ook altijd denk is ja. In principe wordt Niels om 6:50 wakker. Nou, nu was het dus wat later. Maar dan dacht ik, ja, voor die 20 minuten. Ik kan ook gewoon even een momentje voor mezelf pakken. Dat dus. Goed. Graag gedaan. Ik weet niet of jullie het ook hoorden. En wie is de mol? Ik ben nog geen punten kwijt. Dus dat is top. Hallo? Ja, papa is aan het douchen. Ja, zie ik klaar? Dank je. Wat is er, Moppie? Ik heb lekker gezoombaat en het was heel leuk, want het is een redelijk nieuwe docent. En veel zeg maar, van de mensen die, waar ik ooit mee gezoombaat heb, die zijn ook nog steeds, zeg maar... Omdat onze docent is uitgevallen. Hoe kan ik jullie nou neerzetten? Omdat onze docent is uitgevallen, zijn ze ook nog steeds op zoek naar iemand nieuw. En zij is echt leuk. En nu was er dus iemand die ook al een tijd niet geweest is. En die zegt: oh, dit is echt weer leuk. Dit is echt weer werken. En nou, ik heb dus nu al mijn. Oh, ik heb nu niet eens mijn stappen tellen om die ik gewonnen heb. Maar ik had dus bij de Zoom heb ik meer dan 5000 stappen gezet. Dus go, go, go. Nu heb ik een beetje opgeruimd, want het was hier één grote zwijnenstal, want de kinderen hadden met de knuffels gespeeld. Er zit een hele grote zak en ik vind het heel leuk om daar al die knuffels uit te halen en lekker mee te spelen. Maar dan wordt het gewoon één grote, nou ja, knuffelbende en er zit natuurlijk ook, ja, dat heb ik al zoiets, dan komt ook allemaal stof uit. Ja, misschien is dat niet zo, maar zo voelt het dan voor mij. Dus dat heb ik even opgeruimd in een andere speelgoed. Ik moet even de tafel doen. En mijn haar feunen. Zij zijn nu even boodschapjes doen, want het was nu pas droog. En dan ga ik ondertussen even de zaken naar de aannemer sturen. Dit is mijn lunch. Het is linzenpasta of zoiets, weet ik veel, met... paprika, champignons, courgette, een uitje en nog allerlei kruiden en dingen. Maar het is een recept van Liesel Jane. Die vind ik altijd wel leuke dingen maken, dus dit ga ik lekker eten. Ik had het gisteren ook. En ik heb mega honger. Ik zie ze net aankomen, maar ik ga toch echt beginnen, want ik heb echt berentrek.
Elin bleef maar slapen, maar ze is nu wakker. Dus wij gaan nu. Niels is alvast, zijn vriendinnetje wilde mee. Dus zij zijn alvast gegaan. Ik zei, gaan jullie maar, want ik had gezegd rond drieën, maar kwart over drie sliep Elin nog steeds. Dus ik dacht, ja, gaan jullie maar alvast haar ophalen en dan zien we elkaar daar wel. Even een klein beetje mijn bukkel bedekken, voor het gevoel. Zo. Ik heb bananenbrood gebakken, dus Elin eet nu een schijfje. Hoe heet zo'n ding? Ik doe het altijd in muffinvormpjes. Zij moet echt eten als ze wakker wordt. Als ze dat niet doet, wordt ze echt heel chagrijnig. Je kan het maar weten. Dus die eet dat nu. Zit in de kinderwagen en ik ga nu mijn jas aantrekken. Doe denk ik wel eventjes mijn... Ik kan tegen alle weersomstandigheden jas aan, want... Niet het gevoel dat het echt super lekker weer is buiten. Net vond ik het echt takken koud. Zo. Bamanoes. Zo, zullen we gaan, Elin? Ja, zullen we gaan? Ja, oké. Okay. Dan gaan we. Dit is dus gezellig borrelen met drie kinderen. Ik zit er mee eentje. Jongens, het is inmiddels maandag en ik heb weer een technisch probleem hier, want onze lieve kat zit, heeft poep aan haar billen. Dat hebben we al eens eerder gehad. Toen was Elin net geboren. En nou ja, dat was echt niet leuk. En uiteindelijk moest ze dus ook naar de dierenarts, omdat ja, zij wilde dat gewoon niet, dat wij dat schoon gingen maken. En dat moest wel schoon, zeker met het pasgeboren kindje. Maar goed, het was echt verschrikkelijk. En uiteindelijk bij de dierenarts was ze zo lijp dat ze daar een nachtje moest blijven. Hebben ze nog een keer geprobeerd, maar uiteindelijk onder narcose. Maar ik dacht ook, dat had je al veel eerder moeten doen, want ze is gewoon zo bang. Maar goed, nu is ze weer. Dus ik dacht, ik ben zeg maar degene met wie ze het meest relaxed is. Dus ik dacht, ja, dan moet ik gewoon met haar dat proberen schoon te maken. Ga maar. En dus ik heb, nou ja, washandjes en zo neergelegd. Zo van, nou ja, goed, die gooi ik dan daarna weg. Maar dan heb ik in ieder geval een was om warme washandjes, warm, lauw. En dus ik had haar vastgepakt en nou, een poging gedaan. Maar na één keer werd ze pislink. Dus dit wordt wat. Nou, en het lullig is, ze had wel zoiets van, ik zie wel dat je mij wil helpen. Ik heb zo deze trui aangedaan. En ik dacht, ik moet wel iets van een verweergear hebben. Maar het is zo irritant dit. Want je wil haar gewoon helpen, maar ze wordt helemaal lijp. En nu, dus ik heb net ook de dierenarts gebeld van wat is nou wijsheid. Nou ja, goed, die zeggen ook, ja, je moet vastpakken en dit en dat. Maar ja, ik zei, nou ja, niet, ja, dat begrijp ik, maar ze wordt echt lijp. Ik zeg, jullie hebben vorige keer, ze heeft ze jullie aangevallen. Het is echt, het is ontzettende bange poepert. Echt een held op sokken. Maar in nu, ja, weet je, als je er boos wil hebben, dan moet je dus echt aan de billen gaan zitten. Dan wordt ze echt niet leuk. Maar goed, ze heeft nu wel gezegd, ze hebben iets van kalmerende dingetjes voor als ze er dan moeten brengen. Dus ja, dat lijkt me dan een goed idee. Dit soort dingen dat je echt denkt, nou, dit kan ik er echt bij hebben nu. Maar goed, ik moet dus nu ook even, het zit hier dus ook gewoon op de grond. En ik weet dus niet waar nog meer, want ja, ik heb geen idee, dus het echt weer... Vorige keer met Elin zat het ook allemaal over op de bank. Dus het was echt verschrikkelijk. Echt dol op your meeuwens, maar dit soort dingen. Hè? Ja, ze vindt het zelf ook niet fijn. Nee, hè? Ja. Maar goed, het is dus maandag. Ik heb gisteren verder niet meer gevlogd. Er gebeurde ook niet meer zoveel.
En ik heb vandaag gewerkt, ik ben dus nu net thuis en ik dacht ik ben nu nog alleen, dus nu is het nog relatieve rust. Dus ik dacht ik ga het proberen, maar goed, dat is niet gelukt. Ik dacht misschien moet ik gewoon een natte handdoek neerleggen en dat ze daar gewoon even op gaat zitten of zo, weet je wel. Dat ze misschien zelf denkt van misschien is dit een goed idee. Ik weet het gewoon echt niet. Maar goed, anyhow, wat voor betreft de kattenzorgen. Ik ga de vlog afsluiten voor deze week en jullie zien mij volgende week weer. Ik heb eigenlijk geen idee wat er volgende week is, maar dat zien we vanzelf. Ik hoop dat je het leuk vond te zien. Mocht je trouwens tips hebben voor dit onderwerp, laat het me weten, echt waar, want ik weet het gewoon niet. Wat doe je met een lijpenkat met vier billen? Nekvel wordt ze lijp van, nou ja, nu moet ik er dus in zo'n handdoek gaan wikkelen. Nou, dat weet ik nu al dat dat ook weer een hit wordt. We gaan het zien. Goed, heel erg bedankt voor het kijken en tot volgende week.